kleurrijke stoepen dinsdagmiddag in heel Baarlo en Venlo. Ruim 3500 leerlingen doen mee met het project Venlo Kleurt om uiteindelijk op 5 oktober de grootste levende Mondriaan te maken. Wij zijn na ons vorige project met de Victory Boogie Woogie, met allemaal die bijzondere mensen, die bekende Nederlanders, hebben we nu een project gekozen voor met kinderen te doen. We hebben voor de zomervakantie de scholen gevraagd in Groot Venlo en Baarlo of ze mee wilden doen aan Venlo Kleurt. En ze doen allemaal mee en we zijn met meer dan 3500 kinderen die met dit project mee gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld een carousel, een botsautootje en een trampoline en de rups en al die dingen. We hebben afgelopen weekend allemaal krijtjes ingepakt voor 3500 kinderen, 3600. Die hebben we rondgebracht en vandaag zijn de kinderen allemaal als start van het project een tekening aan het maken op hun eigen stoep, op hun eigen straat, in hun eigen buurt, om hun eigen leefomgeving meer kleur te geven. Daarmee starten we dit project. Ja, het is zo leuk om mee te doen, omdat je dan heel veel kan tekenen en zo'n dingen. Met tekenen en dan ziet iedereen je dingen en zo'n dingen en dan word je ook, en dan kom je ook op tv. Ja. Het doel van het project is om de kinderen op een hele leuke, maar wel ook educatieve manier in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. We gaan veel leren in 3 middagen op school, krijgen de kinderen les over kunst en cultuur en over kleurtjes en over abstractie enzovoort enzovoorts. En we sluiten dat af dat de kinderen klassikaal moeten samenwerken om een nieuwe schilderij te maken over datgene wat ze geleerd hebben. Dus daar komt het woordje samenwerken ook weer aan terug. Het initiatief is van Art Center De Rai. Begin dit jaar eindigde het grote project waarbij bekende Nederlanders vakjes van de Victory Boogie Woogie kleurden. Nu krijgt het project een vervolg met onder meer samenwerkingen met Via VVV, het Jeugdsportfonds Venlo, Jeugdcultuurfonds Venlo, het Kunstencentrum in Venlo, de Bibliotheek in Venlo, VVV Venlo en Cultuurpad. Geïnspireerd door het werk van kunstenaar Piet Mondriaan is een educatief lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisscholen. U heeft wel wat met die Mondriaan, hè? Ja, dit komt toevallig omdat het thema van de kinderboekenweek is opa's en oma's voor altijd jong. En we hebben nu voor gekozen dat we kunstenaar Piet Mondriaan, waar we mee bezig waren, die willen we voor altijd jong houden, voor altijd levend houden. En we hebben een typetje verzonnen, Typ van de Schakenbrug heet die. En die speelt de rol dat die vroeger als een jonge jongen in aanraking kwam met een werk van Piet Mondriaan. Daar geïnspireerd door werd, later de droom kreeg om die kunst bij de kinderen te krijgen. Maar dat is hem nooit gelukt omdat hij te hard heeft moeten werken. En nu is Typ heel oud en verward. En hij weet het niet meer. Hij weet ook niet meer wie Piet Mondriaan is. Maar wij gaan met die kinderen Typ weer levend maken in het stadion. En fris van geest, voor altijd jong, zoals het thema is. En dan gaan we zijn droom toch in vervulling brengen. Het project wordt afgesloten met het maken van een eigen Mondriaan. Onder aanvoering van Lex Uiting krijgen de kinderen op de finale dag op 5 oktober een programma aangeboden in het stadion van VVV. Het hoogtepunt is dan het maken van de grootste levende Mondriaan ooit. Jij gaat nog even door met kleuren. Hoe verwacht je dat de hele straat vol is straks of alleen hier voor het huis? Ik denk alleen hier voor het huis. Want de hele straat, dat is wel een beetje veel.